Ahoy, daar komt de berenbond. Met heren, beren, klein en groot. Met heren, met een berensnoet. Ze varen beren goed. En Brom, de kapitein, staat aan het stuur. Zo varen ze weer naar een ander avontuur. Ahoy, de berenboot is aan. Nu kunnen we beginnen gaan. Ahoy, ahoy, ahoy. Wel, Boeten, waar zijn de eieren? De eiers? Ja, daar kwam ik voor. Om een lading eieren op te halen. Oh, ja, zeker. De kratjes staan klaar, daar achter de hooiberg. Maar moet je ze nu al inladen? De kippen hebben er ook tijd voor genomen om ze te leggen. Ja, we hebben hier alle tijd. Drink even een lekker bakje koffie, hè? Gezellig. Dat zullen we graag doen, maar eerst even inladen. Op zee geldt de regel. Eerst werken, dan rusten. Onthoud dat. Maar we zitten nou niet op zee. En ik heb wel trek in een bakkie. Maar je doet maar. Help jij even, maatje? Ai, ai, kapitein. Die brulbeer is ook bang dat hij te veel doet. Ik bang? Ik ben nergens bang voor. En dat is een feit. Oh ja, yeah? Ben jij zo moedig? Ach, ik ben niet gauw bang. Daar zou ik je hele verhaal over kunnen vertellen. Oh, vertel er eens eentje. Wel, op een van onze reizen had kapitein Brom te weinig proviant ingeslagen. Proviant is voedsel, broodjes en zo, hè? Ja, dat hebben wij begrepen, hoor. Wel, ik ben een matig eter. Maar toen er zo weinig proviant was, je weet wel, broodjes en zo, toen begon ik toch honger te krijgen. En toen gingen we naar een eiland om te kijken of we daar wat voedsel, proviant zo gezegd, konden krijgen. Het was een onbekend eiland, dus we waren voorzichtig. Maatje bleef aan boord en ik ging mee met de kapitein om eventuele gevaren het hoofd te bieden. Maar toen opeens, daar hoorde ik een loei van onze stoomfluit. Ik begreep dadelijk dat er iets mis moest zijn, dus ik terug. En daar zag ik de kapitein die door de eilandbewoners was gevangen. In een netje. Oh, ik erop af, hè. En hoewel zij met z'n drieën waren tegen mij alleen, joeg ik ze allemaal op de vlucht. Wel, wel, wel. Dat was dapper van jou, zeg. Zo, Brilbeer. Je hebt nou genoeg zitten kletsen. Ga je maatje nou maar eens helpen. Best hoor. Ik ben de kwaadste niet. En hij kan mooi vertellen. Ik had graag nog wat meer van hem willen horen. Wat vertelde hij dan? Van een eiland waar ze jou in een netje vingen. Oh ja, dat herinner ik me nog goed. We waren naar dat eiland gegaan om proviant in te slaan. Ik zorg altijd wel dat er voldoende aan boord is. Ruim voldoende, want Brilbeer eet voor twee. Maar die keer had hij nog meer gegeten. En daarvoor was zelfs mijn ruime voorraad niet genoeg. Enfin, we kwamen dus op een onbekend eiland. En daarom liet ik maatje voor alle veiligheid aan boord blijven. Nou, we waren nauwelijks aan land. Of ik hoorde geritsel in de struiken. Brilbeer had niks in de gaten en liep door. Maar ik bleef staan. En toen opeens, wam, viel er een net over me heen. Maatje zag het en trok in zijn zenuw aan de stoomfluit. Maar ik bleef kalm. Een stoere zeebeer laat zich niet zomaar vangen in een netje. Ik verscheurde dat net alsof het van papier was. Nou, dat maakte indruk op die Sakkerse eilanders. En toen ik ze te pakken wou nemen, ging het er als hazen vandoor. Als hazen. Maar dat heeft Brilbeer zeker ook allemaal net zo verteld. Ja, bijna net zo. Een heel werk, zeg. Al die kratjes met eieren aan boord brengen. Criminelen, wat een gesjouw. Ja, hoor hem. De kippen hebben heel wat meer werk verzet om dat allemaal bij elkaar te leggen. Daar zijn kippen op gebouwd, technisch gesproken. Maar ik ben machinist, een vakman en geen sjouwer. Wat een babbels. Alsof hij de teer gebouwd is voor een beetje werk.
Maatje is kleiner dan hij en die hoor je niet klagen. Hé, hey, maatje, neem jij ook maar eens even wat rust, jong. Je hebt genoeg gedaan. Oh, ik kan best nog even doorgaan. We moeten doorgaan. Bril. Niks doorgaan. Jij rust uit, maatje. Brilbeer en ik brengen de rest van de kratjes aan boord. Zo is het, Krek. Jij mag ook wel even rusten, hoor. Dat hebben de kapitein en de machinist ook gedaan. Wil jij een glaasje melk? Graag. Goed, jongske. Zal ik het even halen? En nou moeten jullie me toch eens vertellen, zijn jullie wel eens op een eiland geweest waar ze de kapitein in een netje proberen te vangen? Oh, u bedoelt op Bang-eiland. Bang-eiland? Ja, daar woonden allemaal bangerds. Je hoeft er maar even naar ze te kijken en ze gingen al op de loop. Daar moet je me toch eens wat meer van vertellen. Nou, we gingen naar dat eiland om proviant te halen. Proviant, dat is eten, hè? Ja, dat heb ik begrepen. Vertel verder. Jullie waren dus op dat eiland gekomen. Ja, het was een eiland waar we nog nooit eerder geweest waren. En dan is de kapitein altijd erg voorzichtig. Ik bleef aan boord om het schip te bewaken, terwijl de kapitein en Brilbeer aan land gingen. Van de boeg af kon ik in de struiken kijken waar Brilbeer en de kapitein langs liepen. En toen zag ik daar iets bewegen. Het waren lui van dat eiland die zich daar verborgen hielden op de plek waar de kapitein straks voorbij zou gaan. Brilbeer was er al langs zonder dat ze hem iets gedaan hadden, dus ik geloof niet dat ze kwaad wilden. Maar voor alle zekerheid wou ik de kapitein waarschuwen. Dus ik trok aan de stoomfluit. Die lui schrokken geweldig van dat gefluit. Ze sprongen op, gooiden een net over de kapitein en gingen er toen als hazen vandoor. Ze waren bang voor een stoomfluit. Zulke bangerds heb ik nog nooit gezien. Maar waarom probeerden ze dan de kapitein in een netje te vangen? Ze probeerden hem niet te vangen. Ze waren bang dat hij ze zou pakken, daarom. Hoe weet jij dat zo zeker? Nou, dat zeiden ze zelf. Heb je ze dan nog gesproken? Ja hoor, wij zijn niet gevlucht. Zeker voor die bangerds. Wij wilden proviant hebben, dus gingen we dat eiland op. Nou, dat is nog een heel verhaal. Nou, dat zou ik dan ook wel willen horen. Is me dat sjouwen. De lading zit er nou in. De kapitein brengt het laatste kratje. Jet, kan ik nog een kopje koffie krijgen? Ja, zeker. Dat hij nou wel verdient, hè? Ik zal het hem met inschenken. Maatje vertelde zojuist dat jullie daar op Bang-eiland nog verdere avonturen hadden. Ja, dat Bang-eiland. Waar ze allemaal zo bang voor me waren. Oh, ik hoefde maar even met mijn ogen te knipperen. Hè. Of ze gingen al aan de haal. Ja, bij mij hadden ze niks te vertellen. Maar jij hebt nog steeds een hoop te vertellen, hè? Bendespraatjes. Oh. Mag ik soms niet eens een keer het woord hebben? Ik mag toch zeker ook wel eens iets vertellen, hè? Of niet soms? Best. Ja, Betsy, we komen zo. Maar we moeten nog dat verhaaltje over Bang-eiland verder horen. Ja, ik heb al verteld hoe ik de kapitein redde toen ze hem in een netje hadden gevangen. Wat zeg je? Heb jij mij gered? Jazeker. Ik joeg ze op de vlucht en toen kon jij je uit dat netje losmaken. Bubbles, toen jij aankwam, had ik zelf dat net al verscheurd en die lui weggejaagd. Wat, Bubbles? Is dat de dank dat ik je heb gered? Jij hebt me niet gered. En kom liever helpen aan boord dan hier te zitten opscheppen. Opscheppen? Nou, nog mooier. Zeg, ben jij soms vergeten hoe jij hulpeloos in dat net zat? Ik was niet hulpeloos. Oh, nee? Nee, ik was er al uit toen jij aankwam. Toen ik ze op de vlucht joeg, bedoel je zeker? Nee, dat bedoel ik niet. En daardoor liep je geen gevaar meer? Wat, gevaar? Ha, allemaal Bubbles. Ja, gevaar. Zeg jij eens, meidje, voor wie waren die lui nou eigenlijk bang? Voor de kapitein of voor Brilbeer? Voor allebei. En voor mij ook. Ze waren bang voor alles. Oh, ja, juist. Vertel eens verder. Nou, we waren dus naar dat eiland gegaan om proviant, u weet al, hè, eten te halen. We liepen daar een hele tijd rond, maar we zagen niemand.
Homer? Geen kip te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Ja, ze zijn bang voor me, hè. Doodsbenauwd. Ik hoef maar even mijn gezicht te laten zien. Stel eens, broer, stil. Ik geloof dat daar tussen de struiken... Ja, kom eens tevoorschijn, jij. Nee, nee, doe me niks. Help, help. Oh, loop niet weg, bange oester. Blijf staan, we doen je niks. Hé, daar zit er nog eentje, geloof ik. Meneer, ik wou u vragen help, of u... Help, een monster. Ik, hè? Nee, bange meneer. Ik ben geen monster. Ik wou alleen niet slaan, even... Niet slaan. Ik wil u helemaal niet slaan. Heus niet, bange meneer. Help! Het monster zit me na! Help! 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 Het monster! Help! 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 Hé, daar heb je er nog eentje. Kapitein, daar heb je er nog eentje. Help! Nog een monster! Monster? Zeg eens, bange pief, nou moet jij niet beledigend worden. Help! En je me pakken! Weg! Weg! Daar is het andere monster ook! Nee, bange meneer. We zijn geen monsters. Wij doen niemand kwaad. Wij komen alleen maar voor eten. Oh, moeder! Ze willen me opeten! Jou opeten? Dank je lekker. Ik lus je nog niet met suiker. Dacht hij dat je hem op wou eten? Van eten gesproken. De tafel is gedekt. Roep je de anderen ook? Ja. Yeah. Kapitein Brilbeer. Dat heeft gesmaakt, Jet. Er gaat toch maar niks boven zo'n goede ouderwetse pot. Ja, heel voedzaam, technisch gesproken. En lekker. Bedankt, tante Jet. En tot kijk. Ja, wacht even, maatje. Je zou me nog verder vertellen van Bang Eiland, weet je? Oh ja, Bang Eiland. Ik heb hem verteld hoe ik de kapitein redde toen ze hem vingen in een... Jij hebt me niet gered. En laat dat verhaal dan maar een maatje over. Die maakt er minder babbels bij dan jij. Mooi is dat. Ja, heel mooi. Kom, terwijl maatje vertelt, maken wij de berenboot klaar voor de afvaart. Nou, maatje, jullie waren dus naar het eiland gegaan om het eten aan te vullen. Ja, maar we konden niemand om eten vragen, want die bangers gingen steeds voor ons op de vlucht. Maar eindelijk hadden we dan toch zo'n bange meneer te pakken. Help! Laat me gaan. Ik ga het nooit meer doen. Ja, wat zal je nooit meer doen? Een netje gooien, een netje over een monster. Welk monster bedoelt u, bange meneer? Dat dikke monster daar. Oh, help. Het komt hierheen. En wat doe je hem? En waarom wou je dat dikke monster in een netje vangen? Omdat ik bang was dat hij ons op zo eet. Nou ja, kijk maar uit. Dat dikke monster eet je op. Als je bruin beer, hou nou op. Zie je niet dat die arme drommel het besterft van angst? Rustig nou maar, bibberaar. Ik zal je niet opeten. En ik ben geen dik monster. Onthoud dat. Help. Ja, ja, ik onthoud het. Ik onthoud het. Je bedaar. Maar nou wat anders. We kwamen hier om eten te halen. Nee, niet opeten. Nee, jou niet, maar broodjes en zo. Sakkers nog aan toe. Zie ik er soms uit als een menseneter? Als een dikke menseneter of als een dikke... Brilbeer. De kapitein bedoelt dat we hier komen om brood te kopen. We willen niemand kwaad doen. Doen jullie niemand kwaad als we brood brengen? Dat zal je brood halen, meteen. Brood, brood, breng brood. Dan eten de monsters soms niet op. Brood, hier, klein monster. Ah, dankjewel. Dit monster. Hey. Help, het dikke monster wordt wild. Wacht. Ik moet jullie nog betalen. Stop, ik wil jullie brood niet voor niets. Hij gaf me een optater met een stokbrood. Wat zeg je me daarvan? Net goed. Brood, brood. De monsters willen brood. Ja. Als we ze brood geven, eten ze ons dan niet op. Misschien niet. Maar misschien ook wel. Misschien eten ze ons brood als brood. Hé, waar blijven jullie met je brood?
Het dikke monster krijgt honger. Brulbeer, hou nou op met die flauwigheidjes. Oh, de monsters worden ongeduldig. Brood halen, gauw. Help, het dikke monster. Het wil ons pakken. Sakkers, abangerijke. Ik wil jullie alleen maar betalen. En ik ben geen dik monster. Het dikke monster. Vluchten. Dan niet. Nou is mijn pet vol. Kom, maatje. Kom, Rilbeer. We vertrekken. Nou, toen gingen we dus weg zonder te betalen. Maar dat kon de kapitein ook niet helpen. Ja, en de kapitein wil nu ook weg. Hoor, hij wordt ongeduldig. Dus ga nu maar gauw. Dag, maatje. Dag.